Lunsman zingt, Roos Visser speelt de piano, Nina de Winter doet de saxofoon, Margie Mul op de gitaar en de basgitaar is voor Ellie de Veldhuis. Hallelujah, I Love Him So van Ray Charles. Wordt gedaan door Red Label. I just
Ja, schrijf nog maar even door hoor, de live spreker. Dan staan we allemaal in het licht. Jury categorie live begeleiden, er zit geen drumstel bij, we hebben het gezien, anders was het de popgroep. Gerry. Ja. Dames, wat zien jullie er lekker uit zo met het rood-zwart, goed op elkaar afgestemd. Lekker sfeertje. Het nummer swingt lekker en dat laten jullie ook zien. En niet alleen in het nummer zelf, maar ook hoe jullie een interactie met elkaar hebben. Dat gebeurt heel subtiel eigenlijk. Soms even een kleine beweging naar elkaar toe. En dat maakt het juist dat jullie als groep nog sterker overkomen. Ik zou het graag nog iets dikker aangezet willen zien. Dat het nog even iets meer duidelijker is. Want ik denk dat mensen achterin de zaal het misschien iets minder hebben kunnen zien. Zit zeker de familie. Nee, dat mag voor mij best nog iets vetter. En aan het einde, in het middenstuk vond ik het sterkst, die interactie. En aan het einde vloeide het een beetje weg. Dus misschien dat jullie daar iets mee kunnen. Maar ik vond het echt ontzettend leuk om naar te kijken en het swingde heerlijk. Oké. En Martine van de Bosch. Dank je wel. Ja, ik ben het helemaal met Gerry eens. Ik had nog een klein dingetje opgeschreven. Ik weet niet of jullie daar vanmorgen nog iets mee kunnen, maar qua zang, je moet de hele tijd in die laagte van je stem blijven. En ik zou het zo lekker vinden als je eigenlijk de toonsoort even ietsje hoger zet, zodat je wat meer frisheid in je stem kan leggen. Want ik heb het idee dat je heel erg je best moet doen om alles eruit te krijgen. En dus eigenlijk zou de toonsoort net een halfje heel omhoog moeten gaan. En ik denk dat het hele nummer daardoor wat meer uitdagender wordt en wat meer frisheid krijgt. Dus dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Maar ja, ik weet niet of jullie met z'n allen nog in één dag tijd dat voor elkaar krijgen. Maar het is misschien wel iets. Nee, nou, misschien wel iets om voor de volgende keer over na te denken. Want het zou denk ik voor jou als zangeres lekkerder zijn om in te zingen. Okay. Ja? Maar goed gedaan hoor, maar het is even iets om mee te nemen voor een volgende keer. En dat horen ze ook graag, want ze willen beter worden. Dankjewel. Ja. Dankjewel, mijn leven. Ze staan al klaar. De jury in de voorronde was